Op je computer op ontdekkingstochten door Museum De Locht in Melderslo. Het is vanaf nu mogelijk in de virtuele versie van het museum die is nagebouwd in Roblox. De Locht is het eerste museum ter wereld dat een museum op het digitale platform heeft nalaten bouwen. Ja, hoe gaaf is dat? En ondertussen zitten daar educatieve delen in. Want oorspronkelijk was het spel bedoeld voor scholen. Alleen is het installeren van Roblox om een school omgevingstechnisch weer niet te doen. Dus we hebben nu besloten, het is ook leuk voor thuis, maar het kan ook op school. Dus iedereen die een iPad heeft of een computer kan en het bordspel kan aan de slag. Ganzenblocks is een ganzenbordspel wat hier op De Locht zich afspeelt. De Locht is dus digitaal helemaal nagemaakt. En de kinderen kunnen digitaal met een poppetje door De Locht heen wandelen en daar allerhande spellen doen. Cultuurpad vroeg ons of wij mee wouden werken, omdat zij jonge professionals de kans wouden geven om iets nieuws te gaan ontwikkelen. En daar zeg ik nooit nee tegen. Dus zodoende zijn jong professionals ermee bezig geweest en die hebben dit helemaal ontwikkeld. We hebben de uitdaging aangenomen, of we hebben De Locht uitgedaagd in de tijd dat corona was en kinderen niet naar musea mochten en iedereen het is van ja, wat als dat niet meer kan. Zij laten we nou eens met een stel, met een groep creatieve makers de oplossing daarvoor te verzinnen. Wie durft dat aan? Toen belde Mirjam van De Locht, wij durven dat. Dus daar zijn wij begonnen, een groep mensen gezocht die er mee kunnen maken. Het maken was een heel intensief proces, met name omdat we ons ook moesten verdiepen. We hadden De Locht aan de zijkant gezet. We hadden zoiets, laat ons het maar maken. Maar je hebt wel de input nodig. Dus je hebt de plattegrond nodig, je hebt de foto's nodig, de achterliggende gedachten van het museum. En daarna kwam de vertaling naar en het bordspel. Het bordspel, maar ook naar Roblox. Met name dat het herkenbaar moest zijn. En daar heeft Peter Pol van Ingimzaal, de bouwer van De Locht in Roblox, zich echt helemaal voor moeten geven. Dus we zijn nu wel allemaal Roblox-experts. En het is heel interessant wat je daarmee kan, want je haalt wel de wereld van nu dichter bij kinderen en gecombineerd met een oud museum. Op zich vind ik het heel belangrijk omdat we zo op deze manier laten zien dat ook een museum met heel veel oude dingen, met nieuwe dingen bezig kan zijn om de kinderen dat te leren. Na een intensieve periode van pielen en bouwen in Roblox is het dan zover dat het spel onthuld kan worden. U had hier een speciale ervaring besteld. Ja. Wie had ik zojuist aan de telefoon? Hallo. Goeiedag. Hallo. Alsjeblieft. En omdat jij de allerjongste vrijwilliger bent van De Locht, krijg jij het allereerste exemplaar. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik zeg het mini-spel. Ja, wat heel gaaf is, dat zag je bij het testen. En dat is denk ik ook super gaaf. Dat je kan eigenlijk thuis alvast de boel verkennen en kinderen herkennen dat dan ook als ze hier komen. Dat is denk ik gaaf. Ze leven allemaal virtueel ondertussen. Maar dat je dan eerst rondloopt en dan hier loopt en denkt, hey, hier ben ik al eens geweest, horen we kinderen dan zeggen. Ik denk, dan hebben we het goed gedaan. Dat is voor heel veel dingen heel gaaf. Dus ik zou ook alle musea uitdagen om het na te laten bouwen. Of op een manier koppeling maken met het nu van kinderen.